Milan heeft in handen twee dozen van Ghost from the Past. Het ding is wel, we hebben een scarring nodig. Ja? Ja. Of je moet scherpe nagels hebben. Ik weet niet hoe gehecht je aan de doos bent. Nee, niet bepaald. Hier, kijk, dat is een slimpie. Ja. Omdat het niet gehecht is aan de doos. Ja. Het is een beetje lastig om open te maken. Ik heb hem in. Ah, je hebt die al. Nou, halen die in de ruiding. Hoeveel? Zijn het er drie? Ja, het zijn ik dacht drie. Dat het er vier waren. Nee, ik dacht drie. Oh. Ja. Tot zover. Tot zover het nieuws van vandaag. Ah, yes. Zoveel verpakking voor drie pakjes. Ja, echt hè. Zet in elk pak een pijpak. Maar snap je dat de kans best wel klein dan is? Om zo'n doosje te pakken bedoel je? Ja. Zo'n Blue Eyes White Dragon. Bijvoorbeeld. Okay. Ja, die staat keihard op in de voorkant. Dat is een ander. Dat is wel een Blue Eyes. Dat is alternatief. Kijk, we hebben twee van die Black Lustering, twee van die Dark Magicianing en twee van een Exceeding Dragoning of zoiets. Welke doen we als eerst? Ik denk Dark Magician als laatste bewaren. Dat zou ik ook doen. Ik zou ze alleen daar niet laten liggen. Ja, voor de zekerheid niet laten liggen. Voor de scherpstelling. En welke van de twee beginnen we dan? Die Dragon die ik niet ken. Die Dragoning, oké. Okay. Zo. Dat is de enige die ik niet ken namelijk. Ik weet niet waar de Ghost Rare zit. Dus dat is even... Voor mij achteraan. Achteraan. Oké, dat is eigenlijk perfect. Goed. We hebben iets wat ik niet kan lezen. Metal Foes Confrontation? Nee. Combination. Oké. Terror of Trishula. Zijn het allemaal glimmende kaarten? Ja. Gigantes, Metal Foes Gold Driver en als laatste Testalos de Mega Monarch. Volgens mij is die redelijk goed. Nee, in de old school era. Ze zijn wel een beetje gebogen. Ja, ja, gelijk. Ja. Dat noemen we warping. Dat noemen we warping. Dat komt omdat ze zo holographic zijn. Ja. Dat is pegging. Deze zijn dat ook al. Ja. En ze liggen al een tijdje bij mij in mijn kamer, dus... ik vind het alleen vervelend om dan... Ik kan niks lezen op de cam, maar goed. Sunfine Shrine. Madolchi Chateau. Rare Metal Foes Bismugir. Doos van de Pest aan maken, dat is toch een hartstikke nieuwe kaart. Ja, sommige wel, maar er zitten oldschool kaarten in... Starry Night Estelle. En als laatste. Lavelvel Salamander. Ja. Nee, die ken ik niet. Salisander. Salisandering. Dat ben ik. Nu gaan we. Dit is de Buster Blader? Oh nee, dit is. Die the First Night? Nee, hoe heet hij ook weer? Blackluster Soldier. Oh, Blackluster Soldier. Maar dit is dan wel de nieuwe versie van die Blackluster Soldier. Dat het Ghost from the Past was, Nandoing. Ja. Er wordt gelogen. Kinda does. Kinda sus. En ik zie heel veel Metal Foes dingen. Zo wel een beetje minder. Metal Foes Counter. Ik ben niet van de metals. Time Thief Beasel Ship. Royal Prison. Dit is volgens mij een van die old school kaarten. Die dan een reprint heeft gekregen. Time Thief Flyback. En Nashadol Genius. Ah, dat is voor een Shadol deck. Ik heb wel Shadol kaarten, dus dat is wel nice op zich. Ik weet alleen maar dat die Ghost Rares heel veel waard zijn. Ja. Volgens mij is de rest pleuris waard. Ik denk dat zo meteen het pool ik helemaal niks goed. Ja. Dan hebben jullie het beter gedaan met die Pokémon openings. Daar ben ik ook bang voor. Ja. Madolchi. Fresh Sistart. Zo'n linking. Geartown. Dit is een oldschool kaart, 100%. Ja.
is van de GX era. Resonator Calm. Als je GX al old school noemt. Ik vind het best wel old school. Heretic Dragon of a Set. Evenly matched. Nou. Echt een kut kaart. Ja, je. Evenly matched? Ja. Lezen. Doen we wel op de camera. At the end of the battle phase, if your opponent controls more cards than you do, you can make your opponent banish cards from their field face down, so they control the same number as cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand. Oh my god. Je opponent maakt een board. Wordt het jouw board? Ja, end of battle phase, evenly matched. Dan mag ik maar één kaart blijven houden. Ja, goodbying. Dit is echt. Ik kan er niks tegen doen. Is zo'n goodbye my lover, goodbye my friend. Dark hole, maar dan anders. Ja. Dat is wel goud. Dit is ook zo'n old school kaart op zich. Yo, teammate is aan het braden met een één zo'n boy. Lekker teammate. Dankjewel. Voor de raid. We openen nu Ghost from the Past season 1 en 2. En tot nu toe zijn we met season 1 bezig en we hebben alleen maar ruk. Mist Valley, Baby Rock. Splash Mage. Nice. Metal Foes Fusion. Dragonite, Drago Acquist. Soundring, dat is die Pokémon. Dat was ook wel een beetje voor de aanleiding. Volgens mij is dit een van die kaarten die Jordi en ik in die Yu-Gi-Oh! Serie hebben gehad. Of in ieder geval ik. Lijkt er heel erg op. En als laatste. Shooting Star Dragon TGX. Volgens mij is dat die koffer waar we mee begonnen. Ah, dat is wel nice. Dat is wel een vette kaart. Hey, jij focust. Voor 2 seconden. Fiery focus. Fiery focusing. Okay. Die Ghost Rare gaat er gewoon aankomen. Cool, ik kan alles. Ghost Rare Dark Magician Girl. Die zit in season 2. Oh, ja. Hier is het. We krijgen die in season 2. Karibo. Nee. Milan, seks speel. Wow. Oh, gelukkig. You're up next, Squirt. die wil ik zo meteen als ik de leak ga doen zien. Resonator Engage Engine bedoel ik. What the fuck? The Monarchs Erupt. Well, uh-oh. Moet ik poppy. Oh, ja, dat is wel eng. Ja, dat kan veel erger. Emergency Teleport. Ja, zeker voor de voltering. Medolce Pudding Guess. Of ja, Pudding. Nee, Pudding Sass. More like Pudding Sass. In plaats van Princess. Pudding Princess. Inderdaad. Oké, en dit is volgens mij de laatste. Ik denk dat het niet wordt. Nee, jammer. Heretic Seal of the Heavenly Spears. Maar gelukkig hebben we nog seasoning 2. Ja, gelukkig maar. Misschien dat we daar wel wat coole joelies in kunnen vinden. Zal ik hem ik ga hem opening voor jou. Ja. Hey, deze is anders. Dat is een ding. Ja, dit is zo eentje waar je dan dat ding erop. Ja. Ja, hier heb je dan wel echt zo wat een schaar voor nodig, denk ik. Nee, dat gaat maar lukken. Maar... Of je moet de car keys hebben. Season 2, dan doen we 1 pakje meer. En we doen ook meteen de doos 2 keer zo groot. Kabooming. Maar echt... Ik heb nog wel van Ghost from the Past Season 1... heb ik dan zo'n gigantische box. Maar die wil ik dicht houden. Om te verkopen voor 1 miljoen euro. Ja, ja, als ik 1 miljoen daarvoor kan krijgen... dan hou ik hem echt... Totdat ik echt van dat geld kan genieten. Met mijn oude jaren. Ja. Of gewoon een huiskoping. Dat, ja. Ja, oké. Okay. Dat zou ik ook nog kunnen overwegen. Nee, maar je moet allebei de kanten. Want het is zo'n... Stagnering. Nee. Jij do be lying tegen mij. I do be lying. Why the fuck? Why the fuck you lying? Kijk, deze packs hebben wel wat leukere... Er staan ook 2 packs. Oh, is dat niet Luster Dragon dit? Dit is Cyber Dragon. Ik ken ook Cyber Dragon. Er is volgens mij weer eentje die ik niet ken, die doe als eerst. Dat is Red Hot Archfiend of zo. Ja, die ken ik niet. Die is van... Dat is van Jack. Die is van Jack. Jack. Wie is Jack? Jack, ja? Ja, dat is Jack. Dat is die vriend van Paddy. Ah,
Syntrax. Ja, Syntrax. Oh, het glimt wel echt die hard. Mm-hmm. Door het licht. Ik, bij deze zat ik dan te denken. Ik wist niet of Ghost from the Past Season 1 4 pakjes had of 3. Maar het blijkt dus 3 te zijn. Maar bij deze hebben we 4. Dus die kunnen we nog verdelen. Dan kunnen we kijken wie de ghostware heeft, die wint. Nee, en de Dark Magician Girl. En anders steken we de L. Oké, okay. Jij wil de Dark Magician Girl. Dus die is dan van Milan. Wat wil jij, Sander? Oh, mama, echt. De Blue Eyes White Dragon? Wil jij de Blue Eyes? Oké, okay, dat is dan de Sanders. Kaart die ken, denk ik. Sanders packing. Paddy, wat wil jij? Cyber Dragon of Red Hot? Red Hot dan maar. Red Hot voor Paddy. Dan moet ik met Cyber Dragon genoegen nemen. En dan wachten we even tot... Hij is bijna open. Ja, 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 dan wachten we even tot Milan de tweede doos open heeft. Kijk, wat een held. Hij is toch nog wel handig met zijn vingers. Hey. Ja, nu moeten de dames dat nog te weten komen. Ah, daar komen ze vast wel achter. Hij is wel zo'n knappie in Gaing. Oké, okay, ik had bedacht om zelf voor mezelf als eerste te gaan. Dat is goed. Kijk, en ik doe het even zo, want dan onthoud ik van wie wat is. Kijk, zit niet op cam. Perfect. Oké, okay, daar gaan we. De Cyber Dragon E-Pagging. Zo'n Dark Magician Ghost Rare. Ghost from the Past 2 zitten wel enkel nostalgische Ghost Rares. Ja, en je hebt meer kans. Dat is wel heel nice. Even kijken. Proxy Horse. Vampire Sorcerer. Dark, DDD's. Dark hey. Contract with the Gate. Oh, dat is wat voor Paddy. Nine Pillars of Yangzing. En Old Eyes Rebellion Dragon Overlord. Jezus, als ik dit toch zie, dan ga ik toch schuimbekken. door de tekst? Ja, maar het plaatje is ja, wel heel cool. Ja, die kaart is fucking vet, alleen... Auw. Ik vind hem echt heel cool. Daar ben ik wel blij mee. Dat vind ik wel een puntje waard. Dat is rare en komt eraan. Ja, ik denk niet bij mij, maar het zou wel vet zijn. Kijken. Flint... Gregor. Code Radiator. Nog een Dark Contract with the Gate. Ik heb bijna een hele playset. Nee, die had je net ook al. Ja, Nine Pillars of Yangzing. En dan is de laatste... Oh. Decode Talker Heatsol. Dat is zo'n linking. Dat is zo'n linking monstering. Dat is van... Ik kan de namen zeg maar van dat soort dingen wel nu allemaal uit elkaar houden. Dus dat vind ik wel iets. Fading. Pendulum. Link. Synchro. XYZ. Dat zijn al die rare dingen toch? Mm-hmm. Dan heb je nog Fusion. Ja. En Ritual. Ja. En Normal Summon. En Effect Summon ding. Of nee? Special summon. Dus dat is die met die rode... Wat tegenwoordig alle monsters zijn. Je hebt bijna helemaal geen normale monsters meer. Ja, sommige kan je... Ja, die normale, die kan je alleen maar neerzetten. Yo, teammate. Ah, Scarlet gaat het op het moment wel lekker. Moet nog één Titan en heb alle badges. En moet nog 2 starbases. Goed zo, teammate. Ik ben met Elite 4. Voor de rest ik alles. Ja. Nee, ik ben al heel tijd klaar met alles. Alleen ik ben daarna gaan shiny hunten. Hij is nog aan het wachten totdat ik zover ben. Ik wil straks sowieso even shiny hunten met jou. Hein? Ja, daar heb ik wel zin in. Even kijken. Goed, ik pak nu die van Paddy. Even kijken. Oh, deze is een performer pijl. Mist Director. Ik dacht dat performer pijl alleen maar dieren waren. Nee, ze hebben ook performer pijl magicians. Ah. Zijn er Elite 4? Dat, geen spoilering. Huh? Even kijken. Puppet Queen. Je mag er niet allebei. Baxia Brightness of the Yangzing. Sun and Moon had ook een Trial Captain en tegelijkertijd een Elite 4. Nou ja. Yapu. Jawel toch? Ja. Ja, die Ghost. En die dikke guy. Deze vind ik leuk. Dat is Dot Scrapper. Die vind ik cool. Dit is wel een goede, coole guy. We hebben van Yu-Gi-Oh! Kaarten tot nu toe nog geen enkele kaart gepoeld die ik ken. F.
Dat is wel heel erg. The Sacred Waters in the Sky. Nee, ik heb ook nog niet echt iets... Nou ja, Blackwing ken ik, maar dat is meer de archetype die ik dan ken. Maar niet de kaarten. Is Rola, Hala en die Rock Chick. Ja, inderdaad. Kijk, maar was het natuurlijk... Die Pokémon League was net opgezet. En dat is bij dit niet zo. Dat is waar. Ghost Trick Lantern. Die is ook wel vet. Tenny Spirit Shthana. Goeie naming. Deze ken ik. Camaratak Fortress Dragon. Wel vette kaart. Dat zijn de dragons. Yes. En deze ken ik ook. Manju of the 10,000 Hands. Dit is zo'n kaart waarbij je zo'n ritual spelkaart naar je hand kan krijgen. Je hebt twee zinnen. Oh ja, dat is waar ook inderdaad. Normen DDD. Go, DDD. Divine Zero King Rage. Is dit een... Dat is mijn main deck. Ja. Ik vind het wel mooi dat die DDD kaarten... Of nee, deze DDD kaarten bij Paddy zat. Okay. Kijk, ik denk dan de Sundering en dan Dark Magician Girl als laatste. Ja, hier zit een Scapegoat in. Dat is wel zien. Mirror Force. Een Marshmallow. Oeh. Die kan allemaal niet waarschijnlijk. Nee. Dan kijk ook naar de hoofd. En de Ghost or Dark Magician. Go DDG, the Fine God Reggie. De Fine God. Toch? Kijken, Zero King Rage is dit. Ja, nou, het was geen vergeten. Ghost Trick Jiangxi. The Agent of Miracles Jupiter. Ik ken wel een Agent of Miracle of wel. Oh. Heavenly Dragon Circle. Tatsunekro. Fossil Warrior Skull Knight. Die ken ik ook niet. Die waren toen heel duur. Ja? Die wisten dat ze uitkwamen. Niet meer. Nou, ik weet dat Jordi zo'n Skull Deck had gebruikt in die progressieserie. Maar die was echt bullshit. En hoe meer van die Skull dingen die je in het graf had, hoe sterker die werd. De hele archetype was alleen maar secret rare. Dus het was ook fucking moeilijk om aan te komen. God damn, bro. Dat is wel echt irritant dan. Insector Giga Mantis. Insector was ook wel heel sterk volgens mij. Rookie Warrior Lady. Nog een Heavenly Dragon Circle. Nog een Tatsunekro. Een Dark Alligator. Kijk, dit is een Pokémon. Ja, dat is die Fue Coco, toch? Ja, toch? Alleen deze heeft drie hoofden. Het is, ja. Het is pluisje van Harry Potter 1. Is het pluisje? Wow. Nou, en dan zijn we al gekomen bij de laatste. Daar komt de Ghostware Dark Magician Girl aan. Volgens mij heb ik te veel sleeves meegenomen. Ja, dat denk ik ook. Oké, nou, daar gaan we. Ik ben zo bang dat er niks in zit. Echt, het zou, ja. Heel sad zijn. Heel sadding. Goldeneer, de nieuwe Plunder Patrol. Mm-hmm. Oké. Okay. The Ancient of Creation, Venus. Nou, die ken ik, die ken kaart. Ik. Er zit ook niet zoveel tekst, hè? Dan is het al snel goed, ja. Ja. Camaratak Rampage Dragon is ook een cyber dragon kaart. Oeh, die is cool. Geo Math Mac Final Sigma. Deze heb ik volgens mij. Of, Sigma Mail? Ja. Sigma. Maar die zat in die set waar je ook die Dragon Maid kaart had, toch? Geen idee. Ik vind dit een vette kaart. Omdat er veel sterretjes op zitten, betekent dat die goed is. Hoeft niet altijd zo te zijn, maar... Oh, die is nu geband, dus die is niks meer waard. Dat is kut. Deze? Ja. Kriston Helquiffer Brax. Die is nu geband. Sad. Die is dik 20 euro, dus die geband is niks meer waard. Wauw, meen je die? Wat een bullshit. Dat is wel echt heel sadding. Nou ja. Ik account ervan af voor de band, ja? Kan ik mijn 20 euro nog terugkennen? Ja. Volgens mij kost zo'n doos wel iets van 20 euro. Mij nou duurder, want ze worden niet meer gemaakt. Hè. Ja, dat is waar. Dat is waring. Proxy Horse. Insector Hornet. Die is belangrijk voor de Insector deck. Insector Horny? Ja. Nog een Chimera Tech Rampage Dragon.
Nog een Geo Mavmec Final Sigma. Wat? More like Ligma. En de laatste. Oh, wat jammer. Master Flare Hyperion. Maar deze ziet er ook wel vet uit op zich. Ik vind single card al heel snel vet. Het is jammer. We hebben geen Ghost Rare, maar toch nog wel redelijk wat coole kaarten gepoeld, vind ik. Zeker, hè? Dus het is niet helemaal een teleurstelling. En daar wil ik deze video mee afsluiten voor de kijkers op YouTube. Duidelijk, King. Bedankt. Of niet? Of wil je nog iets vertellen over je kaarten? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat had ik al. Dat gevoel had ik al. Ik ga huilen in een hoekje. Oh, dat is zeer setting. Maar het was wel leuk om dit te openen hier. Dat vond ik het wel waard. Dat is mooi. Mooi, Ing.